Toen ik 12 was, miste ik geen bal. Dat was mijn kracht. Ik miste niks. Ik speelde tegen jongens die soms ook geen bal misten. Ging publiek tellen, want het was heel saai. En dan sloegen we 200, 250 keer heen en weer voor één rally. Maar uiteindelijk won ik dat punt omdat ik gewoon mentaal sterker was dan die jongen. Omdat ik, ja, ik denk, er gebeurt heel veel, maar ik ga even niet die bal missen. Nou, en later, toen ik me dus ontwikkeld heb, was mijn kracht nog steeds die wil om te winnen. Weet hoe je punten moet spelen. En ik had een hele goede service. En ik, misschien nog het allerbelangrijkste, ik wist... Omdat ik wist hoe ik punten moest winnen, wist ik hoe ik moest spelen. Ik wist dat ik met mijn lange lichaam en een beetje kwetsbare knieën, dat ik niet lange rallies moest spelen. Dus ik kwam veel naar het net. Dus tactisch was ik ook wel sterk. Maar ik denk service, tactisch en wil om te winnen, dat waren denk ik mijn drie sterke punten.